speelronde 31 kent 5 onvoldoendes en 7 voldoendes. Eén daarvan is voor Martin Hansen. De doelman scoort een 5,73, afgerond een 5,7 en is daarmee deze week derde. Op plek 2 Thomas Christensen, landgenoot van Martin Hansen, scoort een 5,99, afgerond een 6. En de ADO-speler van deze week is verdediger Vito Wormgoor. Scoort een 6,24, ook wel 6,2. En is daarmee de beste speler van speelronde 31.